Ja, u kijkt nog steeds naar Cultuur in Actie. Mijn naam is Richard Groenendijk. En aan tafel heb ik twee Nederlands jonge musicalsterren. Collega's moet ik eigenlijk zeggen, want ik heb ook nog eens een paar musicals gedaan. Dus ik weet als geen ander dat het een heel zwaar vak is, maar ook een heel mooi vak. Maar ook een vak waarmee je met een hele grote groep op tournee bent. Veel mensen achter de schermen, die we ook allemaal niet zien. Lichtkostuums, visagie, pruiken, nou ja, noem maar op, chauffeurs. En dat is allemaal tot stilstand gekomen. Want Milan, even, jij zat op dit moment in Anastasia in Scheveningen. In Scheveningen en Vajen? Kinky Boots. Kinky Boots, ja. Zat jij daar. Ja. Twee fantastisch ontvangen voorstellingen. Ja. En in één klap, huppakee, ligt dat stil, Vajen. Ja. Hoe is dat? Ja, dat is zo gek. Omdat je, dat is natuurlijk het mooie aan het maken van zo'n productie. Je doet het met zoveel mensen, weet je. En inderdaad, niet alleen de mensen onstage, maar wat je ook al opnoemt, alle mensen die ook backstage werken. Ja, het is zo'n bijzondere periode. En vaak werk je toe naar zo'n einde. En dan is zo'n laatste voorstelling echt zo'n afscheidsmoment. Ja. Ja. En je hebt dat afscheid heb je eigenlijk niet bewust kunnen beleven. Nee, hebt je laatste voorstelling gespeeld terwijl je helemaal niet wist dat dat... Precies, en dat is zo gek. Want hoe zit dat nou met Kinky Boots? Is dat een voorstelling die ook meteen gestopt is? Of wordt die nog ingehaald? Ja, hopelijk komt er een inhaalmoment ergens volgend jaar. Dat zou super fijn zijn. En hoe zit dat, Milan, bij Anastasia? Ook, ja, daar hopen we ook nog steeds op dat we volgend jaar gewoon in reprise kunnen, zeg maar. Ja. Ja, ik kan het niet afsluiten, dus dat is afschuwelijk. Ja. Ja. Nee, maar jullie zitten niet bij de pakken neer, want die hele musicalwereld die kent elkaar. Dat weet ik dan ook weer toevallig. Het zijn hele appgroepen van de Lion King en dat gaat allemaal over naar Mamma Mia. Ja, en dat is werkelijk waar mensen één grote incestueuze kwestie, maar dat maakt helemaal niks uit. Jullie hebben de handen in één. Jullie samen. Zeker. Ja. Wat is ja. het plan? Wat gaan jullie doen? We hebben elkaar leren kennen bij een musicalconcertje van Rogues Live. En toen zijn we een beetje gaan sparren. Ik heb van jij geappt. Ik zeg, zullen we niet gewoon iets samen gaan doen? Ja. En ik heb een appje gestuurd en ik denk dat 2 dagen later zaten we samen. En toen zijn we gaan brainstormen. Want ja, ik bedoel, we kunnen wel thuis gaan zitten, maar dat, ik bedoel, dat theaterhart klopt toch. Ja, klopt toch door. Dus we moeten gewoon iets gaan maken. En toen, Nee, maar dat is ook waar ik het ook vaak over heb met mensen. Wij hebben toch allemaal niet het gevoel dat we naar ons werk moeten? Nee. Weet je, zoals je een hele dag met alle respect hypotheken moet gaan afsluiten. Wij mogen weer. Dat is een drive. Absoluut. Ik denk ook altijd nog van, ik ben nu 47. En ik denk altijd nog van ik niet moet, later als ik groot ben, moet ik nog een baan. Dat denk ik altijd. Ja, ik kan ooit moet ik nog... Alleen nog maar leuk geweest. Maar dat is natuurlijk heel fijn. En dat beseffen mensen vaak niet. Dat je eigenlijk je passie vanaf kinds af aan... Dat je die er zijn natuurlijk maar heel weinig mensen die kunnen zeggen... dat ze van hun passie hun werk hebben kunnen maken. Ja, dat is echt zo. En daarom kunnen mensen zich ook vaak niet inbeelden hoe het is. Nee. Ja. Maar goed, jullie hebben de handen ineengeslagen. Ja, ja, ik kreeg inderdaad een appje. En het ging eigenlijk toen allemaal heel erg snel. En we willen iets gaan maken met elkaar. En een voorstelling. En daar zijn we nu mee bezig. En volgende week gaan we daar allemaal hele leuke dingen mee doen. En is die voorstelling geboekt? Kun je die ergens zien? Nee, ja, daar zijn we dus nog mee bezig. Dat is ons plan. Daarom zit je ook een beetje hier. Ja, onder andere. Nou, dat is niet het belangrijkste. Maar om te laten zien dat we dus gewoon niet stilzitten. En dat ook zo'n crisis als deze... Dat we dan niet braaf thuis gaan zitten, niet maar doorgaan. Nee, helemaal niet. Zeker. En iets maken voor in de theaters nu waar 30 tot 100 mensen naartoe kunnen. Ja, exact. Dus je zal uit elkaar moeten op toneel. Dat de anderhalve meter samenleving. Ja, en het leuke is, daar is het niet helemaal op gebaseerd. Maar we gaan in die voorstelling op zoek naar alle mogelijkheden die nog overblijven bij een anderhalve meter samenleving. Ja, precies. En dat zijn er heel veel. En dat zijn er heel veel. Want van Jen eventjes, de mensen kunnen jou ook kennen van Goede Tijden, Slechte Tijden. Zit jij daar nog in? Nee, ik heb Nieuwe Tijden gedaan. Oh, Nieuwe Tijden. Maar dat is... Volg het niet, dat merk je al. Dat is, je kan niet alles volgen. Ik had het graag gewild, hoor. Maar dat is... Ja. Nee, ik zie hier wel een paar hele lieve cameramensen die ik zo net... Hier kan ik de redactie de schuld niet van geven. Want gaat dat door weer? Weet jij dat van je collega's? Ik durf het niet te zeggen. Hoe moet dat? Als je moet zoenen met iemand, is dat al lastig. Niet te doen? Er zijn zoveel dingen. Als ik daar te lang over nadenk, denk ik, hoe moeten we dat gaan? Dan word ik gek. Ja, nee, dat absoluut. Dus inderdaad, we hebben inderdaad gezegd tegen elkaar, we moeten iets gaan doen. Ja. We moeten ons best gaan doen en we willen een mooie voorstelling maken. Zeker ook met toffe nummers erin, musical klassiekers, bekendste Nederlandse songs, wereldhits. Dus we zijn nu eventjes goed aan het brainstormen en dan hopen we daar iets heel moois van te kunnen maken. Je hebt wel een titel, moet ik even zeggen. Ja. Ja, De titel? Scheid. Scheid, scheid. Dan hebben we inderdaad... Ja. Ik hoorde het vanmiddag trouwens ook zo treurig. Morgen is nou eindelijk de finale van The Voice Kids. En het is zonder publiek. Och, nee, dat vind ik ook zo erg voor die kinderen. Want die kijken hier natuurlijk ook weer maanden naar uit. Ja. En dan opeens ga je daarvoor leeg. Applausbandje dan of zo. Jullie staan hier voor een zaal waar toch nog wel wat publiek zit. Ik schat in zo'n mannetje of 15, 20. Ja, dat is heel fijn en leuk. Dat is heel fijn. Dat is een klein beetje alsof ik weer terug ben aan het begin van mijn carrière. Jullie gaan zo meteen zingen. Achter de vleugel, daar zit...
Steven Rooks. Steven Rooks. Ja. Dat is toch... die naam, was dat niet een wielrenner of een voetballer? Toch? Ja. Zie je wel. Ja, als het op sport aankomt, dan moet je bij zijn. Maar voordat jullie gaan zingen, gaan jullie hierachter eerst nog tekenen. Jullie gaan tekenen voor jullie eigen musicals of voor de musicalwereld aan zich? We hebben even nagedacht. Ik wilde eigenlijk voor de Kinky Boots groep gaan tekenen. Maar ik heb gehoord dat er een collega van mij al eerder is geweest. Zaten we even na te denken. Oh, precies. Dat is gebeurd, ja. Dat is gebeurd. Dus toen dachten we, we willen eigenlijk voor onze orkesten samen... Alle muzikanten. Alle muzikanten. Die hele bak zit natuurlijk vol met... hele bak. Het is niet altijd natuurlijk met 40 man meer, maar over het algemeen... Nee. Want dat is ook jammer, hè? Dat is zeker een heel ander Absoluut. Verhaal. Maar daar wordt ook door de producent wel eens op bezuinigd. Ja. Muziek. Maar het is een hele andere discussie. Ja. Dus hoeveel mensen gaan jullie voor tekenen? Samen 20. 20 mensen. Ja. Nou, ik zou zeggen, wie gaat er tekenen? Nou, doe jij dan maar. Zal ik tekenen? Van Jen tekenen? Ja, dames eerst. Ga jij alvast naar de microfoon? Ga ik daar naartoe, ja. En dan gaan wij zo meteen dus luisteren naar Van Jen en Milan. Met een prachtig nummer. Oh, Milan, wat was ook alweer de titel? Ergens in de sterren. Je hoorde hoe ik het zei, hoe ik jou met één enkel woordje uit mijn leven snij. Ik ben al haast herinnering, een snel vervagend beeld. De vrouw met wie je ooit je liefde hebt gedeeld. Elk moment van elke dag die ik nog leven zal, zie ik jou en voel ik jou in alles overal. Even kreeg ik vleugels, maar ik struikel en ik val. Reddeloos en sprakeloos, want wie heeft dat bepaald? Dat je eindigt in de afgrond of de eindstip haalt. Is dat allemaal bedacht? Maar door wie dan en waarom? Staat het ergens in de sterren? Gaat het zo buiten ons om? Zijn wij niets dan vreed vermaak van een harteloze God die ons het paradijs laat zien? Dan moet het weer op slot. Niet het bitter, niet het zoet. Uit elkaar geen weg terug. Dit afscheid is voorgoed. Maar als je voor de liefde dan zo zwaar betalen moet, wat is dan de zin ervan? Als jij niet bij me bent, had ik die volmaakte liefde liever nooit gekend. Is dat allemaal bedacht? Maar door wie dan en waarom? Staat het ergens in de sterren? Gaat het zo buiten ons om? Zijn wij niets dan vreed vermaak van een harteloosheid?